de kreunende sluisdeuren, het Chantecor hier in Alphen, met leden van 60 jaar tot en met 88. En wij zingen de Chanteliederen over het water en over de scheepvaart. Nou, zingen is gezellig. Het is ook deels een gezelligheidsclub. Wij houden van het zingen, van het meerstemmig zingen. We hebben een goede dirigent die ons daar behoorlijk goed in begeleidt. En ja, het geeft vreugde, het maakt je vrij, het maakt je los. Kabas, voor ons de opening en daar moet je bij zijn. Wij zijn Kabas! Alfse Sterren is een muziekschool en musicalgroep sinds 5 jaar hier in Alphen. En inmiddels via het concept van muzieklessen aan huis ook druk met muzieklessen op school. Wat Kabas betekent, dat weet ik nog niet. Wat ik hoop dat het gaat betekenen is dat het iets toevoegt aan het Alphense cultuurpalet. En dat met name nieuwe, jonge ondernemers die iets met cultuur doen of andere partijen, daar iets aan hebben, aansluiting vinden om nieuwe ideeën te ontwikkelen en gezamenlijk zeg maar tot nieuwe initiatieven komen. Dat hoop ik vooral. Draaien is voor mij een beetje een uiting van een creatieve geest. Ik hoop dat Kabas een brug wordt tussen de jongeren eigenlijk hier van Alphen aan de Rijn omgeving naar andere creatievelingen. Dus dat kunnen leeftijdsgenoten zijn. Kunnen ouderen zijn, dat kunnen experts zijn, kunnen amateurs zijn. Maar in breedste zin dat we eigenlijk allemaal bij elkaar gaan komen eigenlijk, om te kijken waar we brug kunnen bouwen en hoe we kunnen samenwerken met elkaar. Ja, wij zijn van het Zomerdamse Amateurtoneel, afgekort SAT. En wij zijn al 45 jaar de leukste toneelvereniging van Zomerdam. En tevens de enige, maar dat zeggen we er nooit zo vaak bij. Ik hoop dat we via Kabas toch wel een beetje de culturele infrastructuur van Alphen wat zichtbaarder krijgen. En dat we op die manier ook onze zusterverenigingen wat meer kunnen spreken en wat hier en daar wat kunnen uitwisselen. Ja, een leuk initiatief om elkaar bij elkaar te brengen, denk ik. Ik vind het fijn om mooie dingen te maken en dat inspireert me. En het is dat stukje duurzaamheid, die boom pakken, daar iets uithalen. Het openzagen, het werkt als een boek, het lezen van een boek. En dat terugbrengen op de locatie waar het vandaan komt. Kabas is voor mij nieuw. Ik weet niet wat het gaat brengen. Wat ik erg leuk vind in mijn werk is samenwerken met andere kunstenaars. Dus geïnspireerd worden door werk van iemand anders en daarmee op voortborduren of dat soort dingen. Dus wie weet dat er leuke samenwerkingen in Alphen omsteken vandaan komen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.kabas.nl. En kom alles te weten van kunst en cultuur in heel Alphen aan de Rijn. Wij zijn Kabas!